Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe aflevering in onze serie van interviews met voor de Leuven Transitional Justice Blog van de Katholieke Universiteit van Leuven. Hartelijk dank, meneer Wouter de Vriend, dat u de uitnodiging hebt aanvaard voor een gesprek met ons over het omgaan met het Belgisch koloniaal verleden. Dat is zeer graag gedaan. Om wat context te geven aan onze luisteraars, u bent parlementslid van de Partij Groen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar u lid bent van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, de Commissie Legeraankopen en de Commissie belast met de opvolging van buitenlandse zendingen. U bent tevens een van de initiatiefnemers en de voorzitter van de in 2020 opgerichte, ik zeg hier de volledige naam, de Bijzondere Parlementaire Commissie, belast met het onderzoek over de Congo-Vrijstaat en het Belgisch koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi, de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden. Dus de naam alleen al van de commissie geeft aan hoe ambitieus de taak is die de commissie zichzelf heeft gegeven. Dus misschien om te beginnen zou ik willen vragen of u een kort overzicht kunt geven van de ontstaansgeschiedenis van deze commissie. Wat waren de drijfveren erachter? En sommige vragen zich ook af, waarom wordt er in België nu pas werk gemaakt van het omgaan met het koloniaal verleden? Ja, dus in feite vielen er een aantal puzzelstukken samen afgelopen jaar, dus in de zomerperiode. We hadden de spijtbetuiging van de Belgische koning Philippe, die zijn diepste spijt betuigde voor hetgeen er is gebeurd tijdens het kolonialisme. Dan had je ook een aantal parlementaire initiatieven in ons land, waaronder initiatieven van mijn eigen fractie, Ecolo Groen, maar ook CD&V bijvoorbeeld. De kamervoorzitter Patrick de Waal, de toenmalige kamervoorzitter, nam dit ter harte en heeft ook mee aan de kar geduwd. En dan had je natuurlijk de maatschappelijke debatten, Black Lives Matter, maar ook decolonisatiebewegingen en alles wat daar rond gebeurde. In feite was de context gunstig om van start te gaan met een dergelijke commissie. Dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis. En van de vraag van waarom nu pas? Ja, dat is een zeer goede vraag natuurlijk, maar ik denk dat de context gunstig moest zijn. Ik kan mij ook inbeelden dat er wat tijd moet overgaan na de onafhankelijkheid, dat de confrontatie met het koloniaal verleden dat vereist moed. Dat is niet evident. We zien ook dat België in feite de enige voormalige koloniale macht is die een dergelijke oefening opstart, een dergelijke oefening met die ampleur, met die ambitie. Wordt trouwens ook zo gesteld in het rapport van de expertengroep die het werk van de parlementaire commissie begeleidt. Dus dat is teken dat helaas voormalige koloniale machten niet snel geneigd waren om een dergelijke oefening op te starten en de confrontatie aan te gaan met een koloniaal verleden. En wat is het mandaat en het karakter van de commissie? Waarom bijvoorbeeld werd er gekozen voor een parlementaire commissie, wat een politieke invalshoek geeft aan de commissie, eerder dan een onafhankelijke onderzoeks- of waarheidscommissie? Wel, het was de wil van het parlement om het zo te doen. Persoonlijk sta ik daar ook achter. Het is juist dat een ander model mogelijk was. Een apolitieke commissie die zelf onderzoek zou doen en die dan als het ware een rapport met conclusies zou overhandigen aan de politiek. Nadeel daarvan is natuurlijk dat het dan nog altijd aan de politiek is om dat rapport al dan niet uit te voeren. We zien dat ook met de waarheidscommissie in Zuid-Afrika. Dat was een ander model, dat was een apolitieke commissie. Maar we zien dat heel veel aanbevelingen dode letter zijn gebleven daar, dat de politiek het rapport nooit ter harte heeft genomen. Het voordeel van het model in België is dat dat per definitie niet zal kunnen, omdat het een politiek orgaan is die het onderzoek voert en die de debatten ook voert. Een ander voordeel is ook extra legitimiteit. Dit gaat over de democratie, dit gaat over de volksvertegenwoordiging in België. Dus daar is sowieso democratische legitimiteit as such, puur politiek bedoel ik dan. Maar een nadeel, want die zijn er uiteraard ook, dus uw vraag is zeker terecht, een nadeel of een mogelijk risico is dat dit voorwerp zal zijn van partijpolitiek, van
bijvoorbeeld conflict, meerderheid, oppositie, of van profileringsdrang, die ons politici natuurlijk niet altijd vreemd is. En wat is voor diegene die van onze luisteraars die niet zo bekend zijn met de commissie, wat is het mandaat precies van de commissie? Wel, het is een parlementaire commissie bestaande uit 17 parlementsleden. Bedoeling is om een einde te maken aan het stilzwijgen vanuit politieke hoek, of toch zeker aan de ambiguïteit die er is in politiek België. We hebben eigenlijk nooit de confrontatie aangegaan met het koloniaal verleden in ons land. We hebben daar nooit de officiële lessen uitgetrokken. Het politieke discours van het kolonialisme in België ging een beetje alle richtingen uit. En je merkte toch wel dat er vanuit de maatschappij een duidelijke vraag was richting de politiek om het leed aangedaan aan de slachtoffers van het kolonialisme, om dat leed te erkennen, om dus met andere woorden de historische verantwoordelijkheid op te nemen die passend is voor een voormalige koloniale macht. Wij weten al vrij veel wat er is gebeurd tijdens dat kolonialisme in Congo, Rwanda, Burundi. Dus vermits we weten dat het over wandaden gaat, is het belangrijk om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat doet mij de kwestie aanraken van verantwoordelijkheid, betekent dat ook schuld. Hè? Dat is een politiek debat dat uiteraard gevoerd wordt. Hebben de Belgen vandaag schuld aan hetgeen gebeurd is in Congo, Rwanda, Burundi? Het antwoord daarop is individueel uiteraard nee. Maar dat neemt niet weg dat ons land wel een historische verantwoordelijkheid heeft om conclusies en lessen te trekken en ook te debatteren wat mogelijke herstelmaatregelen zijn ten aanzien van de slachtoffers en de nabestaanden. En wat hoopt u persoonlijk dat de commissie zal kunnen bereiken? Wel, ik zit hier natuurlijk als voorzitter, dus ik ga niet vooruitlopen op het debat in de commissie. Ik vind het belangrijk dat alle meningen aan bod ook kunnen komen in het parlement. En dat zullen ongetwijfeld hevige politieke debatten zijn, want het is een bijzonder gevoelig onderwerp. Dit leeft maatschappelijk in België. Het is een aardsmoeilijke opdracht, hè, omdat er veel van dit soort initiatieven in het buitenland mislukt zijn. Vooral dan omwille van een gebrekkige methode, hè, fouten die daar gemaakt werden. Ik denk wel dat het de bedoeling moet zijn om met deze commissie een concreet antwoord te geven op concrete vragen die zich stellen. En ik som er een aantal heel snel op. Dan gaat het bijvoorbeeld over erkenning van verantwoordelijkheid voor leed aangedaan aan de slachtoffers. De kwestie van officiële verontschuldigingen. Maar ook luisteren naar getuigenissen van slachtoffers is heel belangrijk voor deze commissie, lijkt mij. De kwestie van monumenten in onze publieke ruimte ter ere van Leopold II. De aandacht die het onderwijs geeft aan het koloniaal verleden, is dat naar behoren, is dat voldoende? Herstelmaatregelen, schadevergoedingen. Ja, dat een publiek officieel discours, politiek discours, de Kamer die zelf aanbevelingen kan doen, maar de Kamer van Volksvertegenwoordigers die zelf ook standpunt kan innemen en die ook een bepaalde officiële verklaring kan afleggen. Dat zijn zaken die belangrijk zijn. Het gaat mij niet enkel over het resultaat, hè. Ik wil daarmee afronden, maar het gaat ook over het proces van deze commissie om tot een resultaat te komen. Voor mij is het proces even belangrijk als het resultaat. Inderdaad, en over methode en processen gesproken, een van de controversies die er al vanaf het begin is geweest, is dat er een gebrek is aan bredere consultaties voor de oprichting van de commissie. Wat zijn uw reacties hierop en hoe zullen consultaties inpassen in het toekomstige werk van de commissie? Wel, de commissie is in feite onmiddellijk van start gegaan met het oprichten van een expertengroep, omdat wij natuurlijk beseften dat wij nood hadden aan begeleiding. Hè. Professionele begeleiding door historici, maar ook experten in transnational justice, internationaal recht, verzoening, herstel. We hebben er ook voor gekozen om
mensen van de diaspora, vertegenwoordigers van een aantal diaspora-organisaties, op te nemen in de expertengroep. En door de experten wordt in hun rapport ook duidelijk gezegd dat dat een vernieuwende methodiek is en een stap vooruit ten opzichte van bijvoorbeeld de Lumumba-commissie, een commissie van ongeveer 20 jaar geleden, waar dergelijke inclusiviteit veel minder aanwezig was. Dus ik denk dat we daar wel een stap vooruit hebben gezet. Maar het is juist dat consultaties extreem belangrijk zijn, dat luisteren belangrijk is om zo draagvlak te creëren voor onze oefening. Dat is iets waar we in onze verdere werkzaamheden absoluut aandacht voor moeten hebben. Dus ik heb heel veel begrip voor methodologische kritiek op het ontstaan van de commissie. Wij hebben zeker al fouten gemaakt. En ik ga zelfs meer zeggen, we zullen wellicht helaas nog fouten maken. Ook omdat dit een leerproces is, dit soort commissies. Hiervoor bestaat geen handleiding. Zoals ik zei, is dit uniek wat België doet. Dus het is een proces dat wij zeer zorgvuldig moeten aanpakken. Met daadkracht, want wij moeten hiermee verder. Maar het proces zelf moet zorgvuldig aangepakt worden. En zeker niet overhaast. Dus de methode is cruciaal. Je hebt al een paar punten aangehaald. Maar wat ziet u als nog verdere grote uitdagingen voor de commissie? Een uitdaging voor de commissie zal zijn om tegemoet te komen aan de verwachtingen die leven. Er zijn zeer hoge verwachtingen. We weten in het buitenland dat veel van dit soort initiatieven mislukt zijn. Wij zullen proberen beter te doen en tegemoet te komen aan de verwachtingen. Maar ik wil onmiddellijk zeggen dat er ook geen mirakels moeten worden verwacht op zeer korte termijn. Dat is niet realistisch. Bovendien is het natuurlijk een politieke commissie. Het is te zeggen dat het eindresultaat moet zijn dat de politiek de handschoen opneemt. Maar de politiek, dat is de som van politieke machtsverhoudingen in ons land. Dus dan spreken we over verschillende politieke fracties en partijen die elk hun eigen standpunt hebben. Met andere woorden, het eindresultaat, de aanbevelingen, conclusies die het parlement zal moeten stemmen, dat zal sowieso een compromis zijn tussen de standpunten van verschillende politieke fracties. Dus dat is een tweede uitdaging. Derde uitdaging, heb ik al zijdelings aangeraakt, is voor mij voldoende participatie, voldoende luisterbereidheid. En dan spreek ik effectief over de methode. Vierde uitdaging is te komen tot heel concrete antwoorden. En om niet alleen concrete antwoorden te bieden op publieke vragen die leven, rond bijvoorbeeld gedenktekens, het Afrika Museum, plaats van Leopold II in de publieke ruimte. Maar ook om voldoende ruimte te maken voor de slachtoffers zelf. Dat lijkt mij ook belangrijk. Met andere woorden, dit mag geen puur parlementaire oefening zijn. Outreach zal belangrijk zijn. Wij moeten voldoende maatschappelijk debat hebben over deze commissie, ook buiten de muren van het parlement. Als u het hebt over maatschappelijk debat, hebt u het dan enkel over België of ook in de drie landen in kwestie? Ook in de drie landen in kwestie. Wij zullen effectief moeten werken aan manieren om de drie landen te betrekken bij deze oefening. Dat is de logica zelf. Dit kan geen oefening Belgo-Belg blijven. Dat zou getuigen van paternalisme. En het is net dat paternalisme wat wij uiteraard willen aanvechten met deze commissie. We mogen niet dezelfde fouten maken als de fouten die werden begaan onder het kolonialisme. Dus een participatief proces, dat betekent een proces waarbij uiteraard ook de drie betrokken landen een rol spelen. En als laatste vraag, nu dat het rapport van de experten juist is uitgekomen, en ik veronderstel ook dat het mandaat van de commissie verlengd is geweest, want dat was oorspronkelijk maar voor een jaar. Dus wat zijn nu de eerstvolgende stappen voor de commissie?
Wel, het rapport van de experten zal besproken worden in het parlement, met de parlementsleden. Dus de experts zullen de gelegenheid hebben om hun rapport voor te stellen. En daarna is het aan de parlementaire commissie om verder de werkzaamheden te bepalen, maar om uiteraard goed de brede waaier aan methodologische aanbevelingen die in het rapport staan, te lezen. En daar ook uiteraard mee rekening te houden in het bepalen van het verdere proces. Op een bepaald moment gaan wij hoorzittingen organiseren. Dat zal het gros uitmaken van het werk van de commissie. Die hoorzittingen zullen publiek toegankelijk zijn, zullen ook uitgezonden worden. Op die hoorzittingen zullen wij een breed scala van slachtoffers, van academici, van diaspora horen. En de laatste fase in het proces zal dan uiteraard het politieke debat zijn, om dan te komen tot een eindrapport vanwege de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op basis van wat u zegt, ga ik er dus vanuit dat er misschien wordt afgezien van het idee van mandaat van 1 jaar of 2 jaar, dat het nu een beetje soepeler wordt gezien. Wel, het is inderdaad een feit dat dat een zeer belangrijke methodologische aanbeveling is van de expertengroep, om niet overhaast te werk te gaan, maar om te werken aan draagvlak, veel bottom-up en een zeer sterke participatie. Dus vandaar dat ik mij niet ga vastpinnen op een bepaalde einddatum. Ik denk niet dat dat verstandig zou zijn. Dank je wel. Dank je voor al deze interessante informatie over de commissie. Voor onze luisteraars wil ik ook duidelijk maken dat er op de website van het parlement is er ook een specifieke pagina over het werk van de commissie, waar een kopie van het rapport kan gevonden. En ik veronderstel ook in de toekomst alle informatie over de hoorzittingen. Dank je wel. En graag gedaan. Veel moed met het rest van de werk met de commissie. Dank je wel. Dag. Dag.